Kijk, dat is met een lekker gevoel de feestdagen ingaan. Ja, daar sla je wel de spijker mee op zijn kop inderdaad. Na 4 moeilijke wedstrijden voor ons, een thuiswedstrijd met 2-0 winnen, 2 goals maken. Ik denk dat dat wel hetgeen was waar ik gisteren op hoopte, zeg maar. Dat was het scenario waar je voor zou tekenen? Ja, absoluut. Ik denk dat we goed spelen bij Vlagen, dat we dominant zijn. 2 goede goals van mij, dan ga je lekker de feestdagen in. Ja, wat nog ontbrak was een doelpunt in de eerste helft? Ja, eens. Ik denk dat we wel aardig wat mogelijkheden creëerden. Dat we bij Vlaag goede dingen deden aan de bal. Dan is het natuurlijk wel zaak om de trekker over te halen. En Django deed dat, maar die was denk ik iets te gretig, want die schoot hem voorlangs. Joel vergat het eventjes. Ik denk dat dat de 2 grootste mogelijkheden zijn. Goed, gelukkig maken we de tweede al wel 2 goals en gaan we met een goed gevoel die winter in. Ja, want ook in de rust hadden jullie wel het vertrouwen van hey, dat doelpunt gaat absoluut vallen? Ja, absoluut. Eigenlijk het eerste dat we zeiden van het veldspel is prima. Die goal gaat vanzelf vallen en volgens mij was het 1,5 minuut, de tweede helft. Dus. Dat was heel snel. Goed, dat geduld dat bleek goed in zaak te zijn. Ja, hoe was het om weer 2 keer te scoren, net als tegen Willem II? Ja, een beetje déjà vu moet ik zeggen. De laatste tijd als ik scoor ik sneller 2 keer dan 1 keer. Dat is het lekkerste wat er is. Zeker als 0-0 staat. Zo net naar rust, die 1-0 is toch een bevrijdende goal na een paar moeilijke weken. En als je dan nog meteen eentje erbij prikt, dan ga je wel met een lekker gevoel het veld af wanneer gewisseld wordt. In de slotfase maakt u het nog wel een beetje spannend. Ja. Sergio moest nog even 3 keer in actie komen. Ja, kijk, daar hebben we ook een uitstekende keeper voor die dat soort ballen kan pakken. En dat is lekker voor hem ook, lekker voor ons dat we weer met de 0 de winterstop ingaan. En goed, ik denk dat dat de kracht ook wel een beetje wegvloeide naarmate die tweede helft vorderde. Uiteindelijk weer 2-0 en hebben we niks te klagen, denk ik. En aanhaken met de clubs erboven jullie. Ja, absoluut. Heel belangrijk, denk ik. Ik heb net even de stand snel bekeken. Dan zie je toch dat we goed aanhaken. En dat het allemaal dicht bij elkaar zit in die subtop. Dus je kan na de winter weer verder omhoog kijken.